Hallo. Welkom bij je Halloween reading. Vandaar deze mooie roze outfit. En ik begin een beetje op tijd, zodat ik het heel rustig kan doen voor ieder teken. En ja hoor, ik ben weer terug in het Nederlands, want ik kreeg zoveel reacties van jullie en niet de meest positieve dat ik in het Engels was. Dus ik blijf op Insta en TikTok in het Engels. En dan YouTube reserveer ik voor mijn Nederlandse lieve mensen of België, dat kan natuurlijk ook. We hebben een fantastisch mooie maand. Ik ga met mijn nieuwe deck die ik bij Etsy heb gekocht, Ton le Ton, Tarot en Lenormand voor je leggen. 29 september hebben we een volle maan nog in Ram. Heel praktisch, heel vurig. En in oktober hebben we een nieuwe maan in Weegschaal. Dus dat is samen alles in balans houden. En aan het eind van de maand hebben we volle maan in Stier. En het is het meest spirituele seizoen van het hele jaar. Dus daarom wilde ik nu alvast beginnen, zodat je al wat dingetjes in de voorwas kan leggen. Laat me weten of het resoneert met je. Als je nieuw bent, zou ik het ontzettend leuk vinden als je abonnee wordt. En ik wil de mensen bedanken. Ik heb een aanbieding nu voor €75 korting. Een astro en een tarot reading. En daar hebben zoveel mensen het al gekocht, dat ik de eerste 3 weken van oktober al vol zit. Dus ik wil jullie daar ontzettend voor bedanken. Heel veel plezier met jullie readings. En laat me weten wat je ervan vindt. Ik stuur jullie al mijn roze Halloween liefde. Hallo lieve Ram, daar gaan we dan met mijn ontzettend leuke nieuwe kaarten. Ik ga een nine cards praat voor je maken. Met mijn tarotkaarten en met mijn Lenormand kaarten. Ze zijn zo nieuw dat ze nog niet te schudden zijn ook. Hoe mooi is dat? Oké, daar gaan we. Oké, ik heb het neergelegd voor jou. Dus dit is de eerste kaart, de tweede kaart, de derde kaart, de vierde kaart, de vijfde kaart, de zesde kaart, de zevende kaart, de achtste kaart, de negende kaart. De middelste kaart, dat is de Queen of Swords. En ik kan bijna zeggen, dit is echt wel een ram-energiekaart. Een mannelijke energie. En toch is het de Queen of Swords. De Queen of Swords doet wat er gedaan moet worden. Zo niet, dan toch. Niet lullen, maar poetsen. Morgen gaan we wel kijken hoe het voelt, maar vandaag gaan we gewoon het werkje uitvoeren. Heel erg geconcentreerd. Het is echt een. De planeet Mercury. Is alles wat het mentale is, leren. Dit is echt Mercury vibes. Dus de maand oktober, terwijl die dus de meest spirituele maand van het jaar is, daarom doe ik ook een Halloween reading. Ben jij dus mentaal heel erg sterk? Bijzonder, hè? En ik draai hem nu om, zodat ik me helemaal even kan verliezen in de kaart. Maar dan heb jij hem wel helemaal gezien voor wat hij is. Zo.
Kijk. Zo leuk. De eerste kaart die je hebt voor oktober is de Fool. Een nieuw pad. La 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 la. Dat zingt hij ook. Ik ben zo blij met deze kaart. Ik word er zo vrolijk van. De designer die heeft ook geen verstand van tarot, maar ze kan wel heel mooi tekenen. Of althans, ik vind dit echt heerlijk, bevrijdend. De Fool. Je gaat een nieuwe cyclus in. Je gaat iets doen wat je misschien eng vindt, maar als ik hem diagonaal lees, met die queen erbij, je hebt gewoon een visie, je hebt een plan en je gaat het gewoon helemaal uitvoeren. Heel erg systematisch, stap voor stap, stap voor stap, mentaal, volgens je plan. En laat me onder het filmpje weten of het resoneert met je, of er al iets. We hebben natuurlijk net die nieuwe maan in Virgo gehad. En er komt een volle maan volgens mij in Ram aan, je eigen energie. Als ik even doorga met de diagonaal, heb ik de Four of Swords. En in het traditionele tarot zeggen ze van, dit is een impasse of je bent extreem vermoeid. Mijn interpretatie is dat er meer geloof in jezelf moet zijn. De mentale kaart, vier of zwaarden, roept voor mij op. Oké. Wij rammetjes, ik ben natuurlijk ook een rammetje, zijn in het begin altijd heel enthousiast over onze plannen. Ja. Hier die Fool, die gaat rennend op pad. Dan met die Queen of Swords. En dan zijn we zeg maar 2 of 3 maanden verder. Dan zitten we in de december of januari. En dan gaat de prikker een beetje af. Nee, je moet wel in jezelf blijven geloven. En dat ben ik wel met ze eens. Je moet naar binnen toe dan om je geloof in jezelf en in je plan extra te kunnen voelen. Dit is wat je ziet, dit is wat er komt en dit is wat onbewust is. Dit is het heden, dit is het verleden, dit is de toekomst. Is het nu en is het toekomst? Oké, maak er een soortje van. Verleden, heden, toekomst. Goed zo, kan het wel. Na op reis te zijn gegaan met je nieuwe plan, heb je de Nine of Cups. Je bent helemaal in je dopjes. Hoe leuk. Deze meneer ziet er uit alsof hij iets te diep in het glaasje heeft gekeken. Maar jij bent echt. De cups staan voor emoties. Je hebt er 9. Nou, dit is echt. Ik ben zo blij dat ik dit gedaan heb. Ik ben zo blij dat ik op pad ben gegaan. Ik ben er zo trots op. Ik heb zelf ook een heel groot nieuw plan. Dus ik ben ook heel trots op mezelf. Ik weet het plan al. Nou, misschien jullie dus ook. En dat wil ik heel graag horen. Lekker zacht kleedje dit. En je zit ook in je eigen energie. Dit is de officiële rangkaart. De Emperor. Je bent zo strijdvaardig. Je bent zo strijdlustig. Je gelooft zo in je plan. Hoera, hoera, hoera. Hoe fijn is dit? Bij mij loopt dit al. Bij mij loopt dit al. Even een slokje lekker. Van mijn water. Welk? Lekker heet water. Oké. Dus dat dit het verleden is, dan zou jij eigenlijk ook je plan in principe al in je hoofd moeten hebben. De Eight of Pentacles. Nou, dat kunnen we ook, hè? Gewoon werken. Zie je hoeveel pucks die er al in heeft geslagen of net ervoor liggen? Gewoon werken. En dan komt zij weer aan. Mijn heerlijke queen. Niet lullen, maar poetsen. Gewoon doen. Dat is de toekomst. Oké. Nieuwe plannen zijn fantastisch in die honeymoon fase. Ja, maar ja, dan moeten ze dus uitgevoerd worden. Nou, dat kan je ook. Heerlijk.
Wat ik zo leuk vind hieraan. Dit is heel positief voor de liefde. Want ik heb een emperor en ik heb een empress. Ik heb een setje. Hoe fijn is dit? Dus je komt door je nieuwe plan een liefde tegen. Of door je nieuwe endeavor en je nieuwe plan vernieuw je een bestaande relatie. Maar dat dit er dus ligt en dat dit binnen nu en 3 maanden valt, dat is heel erg mooi. De Ten of Pentacles zegt mij dus ook. Oh, dat setje komt dus. Dat setje is er. Want dit is happy house, happy home. Mijn familie, mijn centjes, al het aardse is helemaal op orde. Ik ben een happy camper. Dan komt de strength kaart. Ik heb zacht te blijven met mezelf. En mijn kwetsbaarheid te omarmen. Want te veel gevoel vinden die rammetjes soms ook een beetje. Het houdt zo op, al dat voelen. Het duurt er alleen maar langer door. Ja. Daarom is het belangrijk om die queen, die zo go, 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 go is, een beetje te temperen. Ze is de allerliefste. Ze is de allerverantwoordelijkste. Maar niet de meest empathische. Dat is wel belangrijk om in oogenschouw te houden. Ik ga dieper hierop in met mijn Lenormand kaartjes van dezelfde maakster. Van dezelfde designer, van dezelfde ontwerpster. Ga ik ze weer even voor je omdraaien. Of worden jullie dan zeeziek? Ja, dan worden jullie zeeziek. Ik leg ze erop. Yes, 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 yes. Wat heerlijk. En wat heerlijk. Goed. De meest essentiële kaart. De clarifier is de sun. En de Lenormand zijn niet één op één hetzelfde als het tarot. Maar in dit geval dus wel. 3 in 1 is 4. Is een commitment, een viering, een verloving, een huwelijk, een celebration. Iets waar je dus heel erg gelukkig van wordt, bent. Mooi, ja? Dus voor die oktober heb je in ieder geval het heel erg naar je zin en ben je me heel erg tevreden over jezelf. Op de voel ligt het cross. En dat kun je op verschillende manieren duiden, vind ik. De cross is iets wat op je kan drukken, op je weegt. Maar misschien is dit ook wel voorafgaand aan de beslissing van de voel. Ik zeg, ik ga er dieper op in. Een nieuw pad kiezen is niet altijd het makkelijkste. Omdat mensen om je heen zich ermee gaan bemoeien. Die vinden er wat van. Maar die mensen om je heen, die kijken alleen maar via hun eigen perspectief. Je hoeft niet te luisteren. Je hoeft niet te luisteren. Op die Eight of Pentacles, op het werken, snuitje houden en werken, komt het boek. En het boek staat voor geheim. Er zijn nog bepaalde dingen die je niet weet over je nieuwe plan die naar buiten komen. Maar dat is helemaal niet erg, want je bent een volwassen vrouw of man of hoe je jezelf ook identificeert. En je kan hier heel goed mee overweg. En vooral omdat ik op dat happy house, happy home, het is zo'n mooie reading,
trek ik de klover. En dat is dus ontzettend geluk en ook centjes. Hoe fijn is dit? Iets waar je dus heel erg gelukkig van wordt weer. Dus die Le Normand kaartjes, die lees ik ter verdieping van de tarotkaarten. En als ik het zo kijk, wat links ligt van de kaart, verduidelijk het. En rechts ook. Dus de geheimen die aan het licht komen door het boek, brengen je geluk. Zo moet je het zien. Dus de middelste kaart is het belangrijkste. En dan lees je het. Le Normand is meer een verhaal wat je leest. De dingen die zwaar op je rusten, de antwoorden die je nog niet weet, want dat weet je natuurlijk niet als je een nieuwe reis gaat maken, die komen aan het licht en die brengen je dus geluk. Dus misschien dat je toch een beetje bang wordt gemaakt voor je nieuwe plan. Ik heb heel erg het idee dat dit dus een nieuw plan is met die voel of een nieuwe weg. Die gaan je dus gewoon geluk brengen. Ik heb nog meer geluk voor je. Want de Nine of Cups geeft je de vissen. En de vissen staan in Le Normand voor geld en voorspoed. Dus omdat je zo tevreden bent over je plan, zegt de onderliggende kaart, oh, ik heb dus ook heel veel financiële voorspoed. Nu ik me zo goed voel over mezelf. En dan moet je hem weer zo lezen. Financiële voorspoed geeft mij heel veel geluk. En ik ben heel happy. En dit is de child. En in deze lees ik dit. Dus het is het nieuw begin voor me. Die financiële voorspoed geeft mij een nieuw begin. Leuk, hè? Zo leuk. Ik ben zo blij mee. Had ik al gezegd, hè? Oké. Kom ik bij de emperor. Die heeft de anchor. Oh, het geeft me heel veel stabiliteit voor de toekomst. En dan kan je hem ook nog zo lezen. Dat wat zwaar op me drukte, blijkt dus om een nieuwe pad geld te genereren. En dat geeft mij dus heel veel stabiliteit. Zo leuk. Nou, dan heb ik hier het mannetje. Ik heb ook een zakelijk mannetje, dat vind ik zo leuk van dit deck. Dat wordt de antwoorden die je krijgt, maken je gelukkig. En dat doet de man of de vrouw, want ik lees dat dan even seksloos, gaat dat ook doen. Dus onder dat geld of bij dat geld zit ook nog eens de liefde voor je in de kaarten. En dan heb ik op de Four of Swords een gevoelkaart. En sommigen lezen dit ook als geheimen, maar dat zie ik meer als de tarot. Voor mij is dit dus met je onderbewustzijn het geloof in jezelf houden. En dan kan je dus weer zo lezen. Ik heb geluk. Het is een nieuw begin. En daardoor geloof ik in mezelf. Ik kan hem ook zo lezen dus. Ik kan hem zo lezen. Ik kan hem zo lezen. Ik kan hem zo lezen. Maar dit is zo'n duidelijke reading voor mij. En dan zie ik ook nog de bear als onderste van het dek liggen. Dat viel me gewoon op. 1 en 5 is 6, is harmonie. En dit is dus, zoals het voor mij voelt, werken met of voor een grote instantie.
wat stabiliteit, voorspoed. En het is een hele solide reading voor jullie. Anders dan dat jullie van me gewend zijn. Maar nou, dat mag met Halloween. En wat ik zo mooi vind voor jullie rammen is dat het dus heel praktisch is. Het is een hele duidelijke, heldere, weinig spirituele reading. Die zegt, er is liefde. Die gaat me stabiliteit geven. Die gaat me geld geven. Maar dat geld komt vooral door mijn nieuwe plan. Wat als het goed is, nu al op je netvlies staat. Of misschien dat je je eerste sollicitatiegesprek al hebt gehad. Of dat je een proefopdracht hebt gehad. Maar het is heel concreet. Nou, lieve schatten. Als je hier nieuw bent, zou ik het leuk vinden als je abonnee wordt. Als je zegt van, nou, dit klopt voor geen snars. Kijk dan eventueel, als je bijvoorbeeld vissen ascendant bent, kijk dan naar je ascendant. En of dat dan beter resoneert. Ik geef jullie al mijn liefde, lieve mooie schatten. En ik ben blij dat ik terug ben.